Het waren gewoon heel veel vragen van of ik uitging, of ik dronk, of ik rook, of ik ja, wat ik doe in mijn vrije tijd. En natuurlijk ook wel vragen die wel gerelateerd waren aan het rijden en zo. Maar het was, nu ik het anders zo zie, dacht ik ook van het is niet helemaal zoals het moet eigenlijk. En je moest direct betalen? Ja, handje contantje moest ik inderdaad €211 betalen. En dat was best wel veel voor een half uurtje praten. Op dat moment eigenlijk al het gevoel van, goh, wat vreemd allemaal. Ja, ik dacht niet helemaal pluis, maar ik dacht van, ik heb in ieder geval de bevestiging dat ik mag rijden. Dus dat was, ik was wel blij, maar ook achteraf denk ik van, ja, ik had liever anders willen. Ja, het ook anders mogen brengen voor minder geld. Of in ieder geval dat uitgebreide mogen praten met mij, vind ik. Nou, wat ik al heel vreemd vond was dat in de uitnodiging een aantal zinnen stonden wat mij wat vraagtekens opriep. En, wat bijvoorbeeld? Dat er inderdaad contant betaald moest worden of via een betaalapp. En dat het niet mogelijk was om contact op te nemen met het secretariaat. En daar had ik ook nog wel even met iemand even contact over gehad. Van, goh, eigenlijk vreemd, ja, eigenlijk vreemd. Het was meer een waarneming en even van, hey, apart. Maar goed, ja, Job wil zijn rijbewijs hebben en is afhankelijk van een onderzoek. En heeft een gezondheidsverklaring nodig. Dus ja, hij heeft dat onderzoek ook gewoon gedaan. Thank you.